Welkom bij de Basisbegrippen Bouwen met podcast. En in deze podcast kun je inspiratie en ideeën en tips vinden waarmee jij jezelf kan empoweren om die vervelende uitdaging of dat lastige probleem of die moeilijke samenwerking waar je maar steeds tegenaan loopt, dat je daar ideeën voor kan vinden om deze aan te gaan pakken. En dus heel erg leuk dat je luistert of weer luistert. En deze podcast gaat over de negatieve kant van te positief doen naar buiten toe. En ook naar jezelf toe. En de aanleiding was de Nederlandse verkiezingen en de reactie van een aantal lijsttrekkers. Maar ik vertel er zo meer over. Veel plezier met de podcast. Oké, nou de aanleiding voor deze podcast, of tenminste waardoor ik eraan ging denken, waren de Nederlandse verkiezingen van afgelopen week. Oh, dat slaat natuurlijk nergens op, want ik weet niet wanneer ik deze podcast ga posten. Maar in ieder geval, zoals jullie weten, hebben we natuurlijk verkiezingen gehad in Nederland. En ik zat die avond natuurlijk ook te kijken naar de uitslagen. En sommige partijen die hadden echt flinke verloren. Op een gegeven moment kreeg je dan van die beelden dat de lijsttrekkers dan de zaal inkomen en hun partijleden gaan toespreken. En een aantal die best wel flink hadden verloren, die kwamen zo soort van blij, lachend, juichend met... Een soort van overwinningsmuziek kwamen ze op. En vervolgens kwam er ook een speech waar even heel kort gezegd werd... we hebben verloren, maar... En dan kwam er ook echt een heel best wel positief praatje. En ik zat daar zo naar te kijken en dacht ik... Oh, dit voelt best ongemakkelijk. Niet echt. Nep, hè? Dat straalde er dan een beetje van af. Ook omdat je met bepaalde verwachtingen natuurlijk daarnaar ging kijken. Iedereen wist dat er verloren zetels waren. Dus je verwacht dan eigenlijk niet zo'n soort van... hoe zeg je dat? Eye of the Tiger muziek momentje. Met veel geklap en veel gejuich. En eigenlijk gewoon het omgekeerde verhaal. En ik snap het ook wel hoor. Ik bedoel... Je wilt natuurlijk ook niet de moed laten zakken. Je wil je misschien niet laten kennen. Je wil niet de teleurstelling misschien vergroten. Je weet dat je nog verder moet met z'n allen. Er zijn mensen die natuurlijk hard gewerkt hebben. Dus die wil je ook ondersteunen. Ik snap het aan de ene kant ook wel. Maar het gaat denk ik meer om de balans. Dat het ook een beetje te kan zijn. En toen zag ik daar verder zo over na te denken. En ik denk dat was niet alleen zo op dat moment van die lijsttrekkerspeeches natuurlijk. Ik denk dat het sowieso niet handig is voor jezelf. Als je doorslaat in positiviteit of positief doen. Dat is het eigenlijk. Je kan misschien nooit te veel positiviteit hebben als het daadwerkelijk... gemeend is en oprecht is, maar het positief doen. Naar buiten toe en ook naar binnen toe. En als je het hebt over het te positief doen naar buiten, dus in je uitstraling of in je communicatie, dat wat je zegt, en dan met name na een situatie die gewoon niet zo leuk is. Kijk, als het natuurlijk allemaal goed gaat, is het prima. Maar het gaat over dat te positief doen, terwijl dat eigenlijk niet past bij de realiteit. Daar gaat dit eigenlijk een beetje over. En ik denk dat het niet handig is als je dat doet, omdat mensen... je doet dat natuurlijk vaak, zeker als het over gaat over te positief doen naar buiten toe. Dan doe je dat vaak omdat er misschien iets gebeurd is en dan doe je dat richting andere mensen. Of er is iets gebeurd of
ja, er is een, ik zeg maar wat, bij een bedrijf gaat het niet zo goed en er moet een nieuw plan of een reorganisatie worden doorgevoerd. Of je hebt een vervelend bericht voor mensen. En heel vaak weten mensen dat ook, natuurlijk van tevoren. Of het is super duidelijk of men voelt al aan dat er iets gaat komen. Hè. En dat betekent ook dat mensen met een bepaalde verwachting daar naartoe gaan. En als jij daar dus op dat moment heel positief gaat doen. Zo van, nou ja, dit en dit moet er gebeuren. En dat heeft alleen maar voordelen, want... deze kanten zitten eraan en je gaat het echt alleen maar daarover hebben en dat alleen maar uitvergroten. Dan ontstaat er gewoon veel verwarring bij mensen. Dan ontstaat er ook zoiets als zich niet dan begrepen voelen en niet gehoord voelen. Dat ontstaat intern bij mensen dan, hè, bij de toehoorders. Gewoon een gevoel dat er iets niet klopt. Mensen prikken er enorm doorheen als je niet oprecht bent, als je niet authentiek bent. En dat maakt je op dat moment ook ongeloofwaardig. Zeker voor daarna, maar ook op dat moment ook. Door de verwarring die er ontstaat bij mensen van binnen. Die zijn dan meer eigenlijk bezig met dat gevoel van binnen. Van, ik snap er niks van. Het is toch allemaal niet zo positief. Wat staat iemand daar nou een beetje blij te doen? En door die verwarring van binnen luisteren ze ook niet meer heel goed op dat moment. Dus al met al, je hebt er gewoon niet zo heel veel aan. Niet tijdens dat bericht en tijdens op dat moment dat je daar positief staat te doen. Of te positief staat te doen. Maar ook dus niet daarna. Mensen houden meer van de waarheid, van de realiteit. En dat het ook klopt dat wat ze weten wat er eigenlijk aan de hand is en dat wat ze dus op een gegeven moment zien gebeuren. Daar houden mensen gewoon veel meer van. En ik bedoel niet dat je de andere kant moet kiezen van heel negatief doen of heel somber of heel ellendig, hè? Te negatief of negatief, daar schiet je gewoon ook niks mee op. En de toehoorder ook niet. Maar er zit gewoon ook nog iets in het midden en dat is dus de realiteit. En ook een communicatie en een uitstraling die past bij de realiteit. En gebaseerd is op de realiteit. En die dus oprecht is en authentiek is en de waarheid is. En die dus ook gewoon past bij het moment. Die als het ware klopt. Er zijn altijd feiten aan een bepaalde situatie. Het is wat het is. Je weet wat de situatie is. Je weet ook wat de gevolgen kunnen zijn. En dat kun je dan gewoon benoemen. Dit is er gebeurd, dit is er aan de hand. Vervolgens kun je natuurlijk wel de stap maken naar een oplossingsgerichte uitstraling. En dat is dus niet hetzelfde als te positief doen. Maar ook gewoon een realistische, oplossingsgerichte uitstraling. Dit is er gebeurd, dit is er aan de hand. Dat is niet leuk, dat is niet fijn, daar zijn we niet blij mee. Daar zijn we teleurgesteld over. We weten waardoor het komt. Of je zegt, we gaan nog uitzoeken hoe het komt. Je kan ook een aantal positieve kanten wel benoemen natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld dat mensen hard hebben gewerkt of wat het wel heeft opgeleverd. Hè? Er zijn ook wel wat positieve kanten te verzinnen. Maar ook houd die gewoon heel reëel. En vervolgens ga je door naar, dus dit en dit en dit moet er gaan gebeuren, gaat er gebeuren. Of we gaan uitzoeken wat er moet gebeuren. Dus eigenlijk een soort van feitelijk relaas van wat er gebeurd is. Een omschrijving, een beschrijving, een beeld schetsen. Zodat het ook daadwerkelijk klopt bij mensen. En dat maakt je gewoon betrouwbaar. En vervolgens, als je dat zou willen of je vindt dat nodig, dan kun je natuurlijk het positiever in die zin afsluiten door aan te geven wat je gaat doen om het bijvoorbeeld aan te pakken, om op te lossen. Of waar de mensen aan toe zijn. He, dus dat stukje oplossingsgericht communiceren. Maar houd dat dus ook reëel.
En dus dat over te positief doen naar buiten toe. Het kan mooi zijn of mooi lijken. En het kan lijken dat je daar het veiliger lijkt. En dat je denkt, hoe gelukkig worden ze nu niet boos. Maar uiteindelijk levert het je gewoon niet zoveel op. Behalve dat ze je onbetrouwbaar misschien gaan vinden. Het naar binnen toe te positief doen, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Zeker wel in de huidige tijd. Hoewel ik het idee heb dat het al een beetje begint af te zwakken. Maar er was natuurlijk echt een tijd dat je, als je op zoek ging naar zelfcoachingsmanieren of zelfhulpmanieren, dat vol stond met je moet jezelf positief toespreken. Hè? Je moet je positieve affirmaties, als je dat maar gewoon de hele tijd tegen jezelf zegt, of je zegt dat tegen jezelf in de spiegel, dan ontstaat dat vanzelf. Dus dat je tegen jezelf dan zegt van ik ben dit of ik ben zus of ik voel me dit of ik voel me zo. Of ik ga dit bereiken, ik ga dit krijgen. Ik denk niet dat dat zo werkt. Ik ben wel voor een positieve mindset in de zin van... hoe moet ik dat zeggen? Eigenlijk... Laat ik zo zeggen, ik ben niet zo voor een negatieve mindset. Dat is het eigenlijk. Maar een positieve mindset, dat is ook vaak al eentje die ook gewoon realistisch is en feitelijk. En dat is vaak al positief genoeg. Ga je ook daarin te positief doen. Dus je te positief praten naar jezelf. Op de korte termijn krijg je eigenlijk hetzelfde als waar we het net over hadden. Die toehoorders die op dat moment denken, wacht even, ik snap er niks van. Jij bent op dat moment je eigen toehoorder. Het is iets wat je besluit te doen, waarschijnlijk vanuit je schil, misschien vanuit je ego, want dat heb je geleerd van buitenaf. Het komt meestal niet dan helemaal vanuit je eigen kern. Dus je zit die overmatig positieve affirmaties of wat dan ook tegen jezelf te zeggen. En jouw pure jij, jouw intuïtieve jij, jouw echte jij die weet hoe het zit, die denkt echt, waar heb je het over? Die voelt zich verward en dat voelt niet lekker. Dat is echt een bron van stress in jezelf. Hè? Zo'n mismatch. Dat kun je ook hebben met als je gewoon heel veel dingen aan doet met dit leven die eigenlijk niet bij je passen. Dat soort van knellende gevoel, het past niet, dan ga je op dat moment ook hebben. Dus dan probeer je daar met alle macht heel positief te doen. Alleen heel diep van binnen voelt dat niet zo. Nou, dat maakt al dat het niet helemaal lekker is op dat moment. Daardoor, het is vaak ook een beetje te groot dan wat je aan enorme positiviteit tegen jezelf zit te zeggen. Dat gaat je op dat moment, misschien is dat niet echt de waarheid of zie je dat niet gebeuren. En misschien een week later ook niet en misschien een maand later ook niet. Waardoor je dan eigenlijk weer teleurgesteld bent en dan denkt van, nou, zelfs heel positief tegen mezelf praten kan ik niet. En het is mijn eigen schuld dat het me niet, lukt bijvoorbeeld. Dus in die zin kan het ook gewoon echt wel negatieve gevolgen hebben als je te opgeblazen, te positief tegen jezelf zit te praten. Als je dat als hulpmiddel kiest. Voor als het niet lekker met je gaat, of als je niet lekker in je vel zit en je probeert jezelf op te peppen met te positieve opmerkingen. En nogmaals, negatief naar jezelf praten, dat moet helemaal niet, hè. Dus dat bedoel ik helemaal niet. Het is niet dat je die hele andere kant moet kiezen. Maar ook hierin kun je weer gaan voor het wat meer realistische. En wat realistisch is, is dat jij een kern in je hebt met kerneigenschappen die prachtig zijn. Die in die zin perfect zijn, want ze gaan over jou. Dus voor jou perfect. Eigenlijk is het gewoon een soort van... Het zijn gewoon feiten. Het is gewoon wat het is. Dat zijn jouw kerneigenschappen, die horen bij je. En ga daar maar eens naar kijken. Want
er zit echt zoveel moois in je en zoveel aan talenten, dat je het niet eens nodig hebt om extra positieve, jezelf extra positieve eigenschappen toe te wensen of omstandigheden of wat dan ook. Er is al heel veel moois in je leven, gewoon dat wat er is. En als je je eerst daarop focust, dan voelt het ook normaal van binnen. Dan voelt het ook rustig van binnen. En daar kun je gewoon zoveel zelfvertrouwen uithalen. En als het gaat over dingen bereiken, hè, dus heel positief tegen jezelf roepen. Dit ga ik doen en dit ga ik bereiken en dit ga ik bereiken. Ja, dat kan, maar hou dat ook een beetje realistisch. En heel vaak zijn dat soort vooruitziende blikken, die zijn een beetje net te groot. Waardoor het misschien heel lang duurt voordat je dat gaat bereiken. En dan raak je een beetje ongeduldig en denk je van, nou, dit gaat misschien toch niet lukken. Dus maak die wat behapbaarder dan. Er is niks mis met het hebben van dromen en doelen. Maar het is altijd handig om die op te knippen, om dat op te knippen in stappen. En daarvoor is een handige methode om als het ware terug te rekenen. Dus als je bij jezelf denkt van, nou, ik zou dat willen bereiken, wat moet daarvoor gebeuren? Nou, dan ga je één stapje terug. Hè? Wat zit daarvoor dan? En hoe kom je daar dan? Dan ga je weer een stapje terug. En hoe kom je daar dan? Dan ga je weer een stapje naar voren. Totdat je denkt, ah, dat is iets wat ik vandaag zou kunnen doen. Dat gaat helemaal prima. Dat zou ik al zo kunnen doen. En ook al is dat maar een klein ding, dat maakt niet uit. Het hoort bij jouw projectplan om je doel te bereiken. Dus maak dat dan gewoon klein. Ga dat met jezelf als positieve mindset doel afspreken. Maak het klein, dan ga je dat ook waarschijnlijk gewoon al op korte termijn bereiken. Dat geeft weer moed, dat geeft weer zelfvertrouwen en dan kun je gewoon weer een stapje verder. Dus blijf in die zin ook realistisch daarover. Dus dat wilde ik even kwijt naar aanleiding van de Nederlandse verkiezingen, waarbij ik dacht, oh jemig, een aantal van de lijsttrekkers, die gaan wel heel erg los op positiviteit, terwijl het gewoon ook niet zo leuk was. En dat mag je ook gewoon best erkennen. Het is hartstikke vervelend. Ik baalde echt enorm van. Ik ga eerst maar eens even terugdenken van wat hier precies gebeurd is. Maar ik wil wel de mensen ontzettend bedanken die gesteund hebben en hard gewerkt hebben. Laten we in ieder geval ook vooruit gaan kijken naar dat je je licht hebt laten schijnen over wat er precies gebeurd is. Maar dat nog even over de reactie van de lijsttrekkers. Waar het dus daadwerkelijk over ging, is dat er is niks mis met een positieve mindset. En heel negatief naar jezelf praten en naar buiten toe, dat lost helemaal niks op. Maar er zit ook een negatieve kant aan het te positief doen. Of proberen te doen. Het maakt je, als je dat doet in de uitstraling, vaak niet echt betrouwbaarder op. Plus mensen luisteren ook niet meer zo naar je boodschap, omdat ze verward zijn. En doe je dat naar jezelf toe, dan waarschijnlijk geloof je het van binnen niet zo. En stel je jezelf vaak wat meer open voor teleurstellingen. En dat is zonde, want je bent niet voor niks. Heb je ervoor gekozen om, tegen jezelf positief te willen zijn, want vaak is er dan iets of zit je niet lekker in je vel en het zou zonde zijn als dat langer duurt dan nodig is. Hier is de zon gaan schijnen. Ik zit inderdaad in de auto, maar met de oortjes in, dus gewoon helemaal hands-free. En sorry voor het geruis op de achtergrond, maar het is nu eenmaal zo dat ik in de auto eigenlijk gewoon de meeste rust vind om podcasten op te nemen. En ook op de meeste ideeën kom. Dus ik hoop niet dat jullie dat heel erg vervelend vinden en doorheen kunnen luisteren. En dan hoop ik natuurlijk dat jullie weer luisteren naar een volgende podcast. Tot dan! Thank you.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond en dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@baasbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.baasbegrip.nl. Tot de volgende podcast!